om het zaakje compleet te maken voor Herman Meijer. En met alle respect voor de dames die nu nog moeten komen, maar de belangrijkste ritten op de 500 meter voor de vrouwen hebben we nu gehad. Het klassement na drie afstanden staat. Bonnie Blair heeft haar leidende positie van de eerste dag weten door te trekken naar de tweede en hem zelfs nog iets verstevigd. Inmiddels Edel-Therese Heuzet, de Noorse, en Hwasong Son uit Noord-Korea. Huzet, achtste en zevende gisteren de 500 meter. Met andere woorden, ook deze twee vrouwen kunnen heus wel een 500 meter heel goed aan. Maar tegen het echte geweld van de drie toppers komen ze natuurlijk tekort. 11-2, opening voor allebei. En dan weet je het meteen al, dan zit je 16e seconde langzamer te rijden over de eerste 100 meter dan de echte snelste tijden tot nu toe. En dat haal je niet meer in. Koreaanse in de laatste binnenbocht. Kijken of die er goed doorkomt. Die beschikt over een goede techniek. Zit lekker in elkaar. Moet toch eventjes daar de balans corrigeren. Maar doet dat bekwaam. Gaat dan ook naar een overtuigende ritzege ten opzichte van de Noorse af. En naar een eindtijd die er toch best mag zijn. 40,98 voor Hwasong Son. Om 41,29 voor de Noorse. Beide dames een fractie langzamer dan ze gisteren deden. Epi Bleker daar in gesprek met Christine Aaftink. Het gaat ongetwijfeld over die laatste bocht van Aaftink. Die binnenbocht waaruit ze op twee benen dus kwam zeilen.